dier in zee. Zeepaard. Loopt raar. Krap. De kerstvakantie staat voor de deur. Wat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe Hanze Mac bordspellentest. Jongens, het is het vierde jaar op rij. Poef! We hebben weer speciaal voor jullie een aantal mooie spelletjes in petto. En de eerste van de avond is Poëzie voor Neandertalers. We hebben dit jaar iets anders gedaan. Eerdere jaren hebben we nogal moeilijke spellen gespeeld. Die waren erg, viel erg in de smaak. Oké, hoeveel kaarten mag ik leggen? Ik vind als je vier pagina's handleiding nodig hebt, dan is je spel te moeilijk. En waren ook niet echt geschikt voor dit format. Wat is dit format? Nou ja, dat we de spellen beoordelen op drie criteria. Fun factor. Oh ja. Drankspelgeschiktheid. Ja. En instapniveau. Zo, dat je dit nog weet, man. Ja, het is elk jaar hetzelfde. Jongens, ik heb er zin in. Maar voordat we beginnen, het is koud, het is winter. Jij zit in je t-shirt. Ja, ik zit in mijn t-shirt. Energiecrisis, wat nu? Maar we hebben een lekker vuurtje achter. Precies. Dus kom maar door met shotje, Ruud. Oh ja! Wat is dit? Dat is Poolse vodka. Nou, mooi. Zitten de bisons in Rusland? Dat is in Polen. Het is Poolse vodka. Okay. Dat is het ongelooflijk. Daar zit overigens wel een bisson. Hebben we er zin in? Op Bordspellen Test 2022. Hey! Wat verfrissend. Zullen we nog één doen? Nee. Tijd voor dit spel. Unboxing. Kijk, we hebben natuurlijk wel eens voorwerk gedaan. We weten al lang hoe het spel werkt. Ja, en daarom haal je ook iets uit wat er niet uitgehaald hoeft te worden. Huh? Je hebt twee teams. Je hebt team blij en team boos. En de teamleden die zitten niet naast elkaar, maar om en om. Schuin tegenover elkaar. Dus Ruben en ik zijn een team en Stefan en Hugo zijn een team. Maar hoe spelen we dit spel? Nou, Ruben. Blij dat je vraagt. Ja, ik weet het niet. We hebben hier een random knuppel, we hebben wat kaartjes, we hebben een zandloper. Is het een soort 30 seconds of zo? Wat is nee, het is, het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te behalen. En hoe haal je punten? Nou, dat doe je door je teamgenoot een begrip te laten raden of een activiteit. Die staan op dit kaartje. Maar de catch is dat je alleen als een Neandertaler mag praten en dus alleen woorden van één lettergreep mag gebruiken. Hoe praat een Neandertaler? Ja, weet ik veel. Ja. Met één lettergreep? Met één lettergreep. Help me even. Ik ben hooggeleid G. Dus, bal naar doel. Bal naar doel. Oh, nice. Dat is voetbal. Nice. Mocht nou iemand praten met twee lettergrepen, dus het woord water zeggen, dan mag de tegenstander met de knuppel op het hoofd slaan. Waarna zo hard mogelijk, strafpunten toch? Worden uitgedeeld. Ja. Op elke kaart staan dus twee begrippen. Eén van één punt en één van drie punten. Nou ja, als je het één woord, is dat meestal raad, van één punt, dan krijg je één punt. Die kan je dan op dit ding neerleggen. Maar ga je voor de drie punten, dat kan ook, kost iets meer moeite. Maar als je die haalt, krijg je logischerwijs drie punten. En het gaat erom dat je zoveel mogelijk punten haalt binnen vijf rondes. Dan moeten we denk ik nog één ding bepalen. En dat is, hoe gaan we hier een drankspel van maken? Dit is gewoon een slok bier. Dat is een shotje vodka. Oh, nee, gast, drie slokken bier. Ah, jongen, je kan in team kan je delen, hè? Een shotje uitdelen voor drie? Ja. Maar dat gaat echt niet zomaar gebeuren, denk ik. Daar zullen we achter komen. Ja, dat zullen we zeggen. Hey, Huug, ben je er klaar voor? Ja, gaan we beginnen. Eerste ronde. Waar je gaat plas, poep, wc, toilet. Ja. In bij tank. Bij tankstation? Bij tankplek. Hoe heet dat? Het toilet in de wc. Ja, maar niet die van je huis. Maar in publiek wc? Publiek toilet? Ja, maar ander woord. Urinoir? Nee, wel. Eerste. Nee. Publiek? Ah, ja, op de hoeps. Helemaal. Godverdomme. Mag je niet gewoon door? Nee. Tijd tikt door. Nieuwe kaart. Wat was het? Openbaar. Dat is niet wit. Zwart. Niet leef. Dood. Saam. Zwarte dood? Nice. Kleine brief. Kleed. Kleed.
Tijd! Kleed! Ik wilde gewoon paspoort. Moet die dan ook daar? Ja, maar waarom moest dit? Want ik had wel toilet. Ik weet niet. Ik zei toch openbaar toilet, of zei ik? Nee, je zei publiek. Toilet. Jezus. Ja. Nou, hoeveel punten heeft Team Boos? Twee. Jij of ik? Nee. Maakt niet uit, zeg het maar. Steen, papier, schaar? Steen, papier, schaar. Allemaal zes. De winnaar drinkt. Oké. Bij deze. Ik speel rock. Muziek. Op. Gitaar. Maar soms ook zacht. Op. Akoestische gitaar. Yo. Ik. Var. Stop. Fijn. Nou, lekker, doe maar. Schep maar weer vol, ik heb dorst. Lekker! Twee shotjes. Ja, ook zo'n stuk gras erin, gadverdamme. Is op vaak. Ik weet niet wie komt dit ook. Waarom is er altijd, wanneer als ik met jou ben, een fles Grasovska? Dat is wel... Inspired by nature. Ja. Ja, mag ik beginnen? Ja hoor. Doe maar. Nou, waaienbal. Dier in zee. Zeepaard. Loopt raar. Krap. Gerecht. Nee. Kut. Nee. Min 1. Op hier. Hierop. Koe dood eet. Vlees. Koe dood. Ik eet. Ik heb geen idee. Joh. Ik weet niet wat je bedoelt. Vlees. Dier eet vlees. Dier eet vlees. Ik eet vlees. Ja. Dingen eten vlees. Dingen. Kutzooi. Kutspel. Ik maak jou goed. Jij ziek. Ik maak jou goed. Dokter. Arts. Maar nu... Je mag geen gebaren doen. Nee, klopt. Ja, okay. Maar nu... groot. Ziekenhuis. Nee. Huisartsenpost. Huisarts. Voor geld. Geen idee. Bedrijfsarts. Ik had hier veel meer uit kunnen slaan. Op één. Ja, kut. Min 1. GG. Nou, ga je nog een kaart trekken of hoe zit dat? Wil iemand die fucking timer dan doen? Ja, 3, 2, 1, go. Ik eet vroeg. Ontbijt. Spek. Ontbijt omelet? Bacon? Ontbijt? Wat? Na spek. Varken? Ontbijt. Ik eet heel dag iets. Snack? Iets. Gast. Ik eet iets. Jij eet iets. Ik eet iets. Ja. Wat voor soort iets? Iets. Tussendoortje? Nee. Brood? Skip, man. Maaltijd, maar... Lastig verhaal. Ik eet van... een... Goed verhaal. Klei. Vegetariër? Nee. Ik rij met auto. Kut. Nee. Ik rijd met een auto. What the fuck was dat? Ik eet van klei. Oh, jemig. Ik eet... Homp. Vlees. Nee. Eet homp geel. Geel? Ja. Een gele homp eet jij. Homp geel gat. Brood en mais? Nee. Wat lul jij? Van koe. Homp geel van koe. Ja. Ja, weet je. God. Ja, dat is echt wel melk. Ja, inderdaad. Deeg. Rood. Kaas. Babybel. Nee. Mooi, weet je wat een crypt is? Heet. Heet. Ja. Deeg. Heet deeg. Rood. Kaas, heet, eet.
fondue. Godverdomme. Dit is echt verschrikkelijk. Pizza rood. Nou, kom op, pizza en kaas. Het is heel triest dat je het niet kan omschrijven. Nee, ik omschreef het wel. Oké, dat je het niet goed kan omschrijven. Hij begreep het gewoon niet. Ja, ja. Hopdier geel. Nou, wat moeten de verliezers drinken? Hebben we dat afgesproken? Het verliezende team neemt een shotje. En we gaan nu de punten tellen, jongens. Scoot, 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 scoot. Heb je er zin in, Hugo? Heb je al dorst? Nee. Jezus. Fucking opa. 17. Min 17. Plus. Min 16, min 15, min 14, min 13, 4... Drie punten. 17 punten. Let's go! Ruben, wat een verwerking! We hebben dit spel gespeeld. Jongens, nu is het tijd voor de beoordeling. We beginnen met het instapniveau, jongens. Wat vinden jullie daarvan? Makkelijk. Het is geweldig. Het is niet moeilijk. Een 9. Een 9? Denk het wel. Ik zou wel een 9 geven. Het is nooit helemaal eenvoudig om een spel te beginnen. Je moet handleiding lezen. Dat is sowieso al een inspanning, maar 9. En Fun Factor? Geweldig. Ik denk dat het wel ook een beetje eentonig is. Ja, ik wou net zeggen, het is wel leuk, maar na een paar rondjes heb je het ook. En deze knots maakt het dan nog net weer wat leuker, maar ook op een gegeven moment dan vergeet je het gewoon, omdat je aan het zuipen bent. Precies. Ja, wat vinden we hiervan? Is het van een 6,5 of zo, 7? Ja, voor een drankspel is het niet slecht. Oké, want daar kom ik bij de laatste categorie, drankspelgeschiktheid. Ja, dat is wel goed voor. Uitstekend. Nee, ik heb toch wel redelijk wat vodka-shotjes en biertjes gehad. Hoe kwam dat? Omdat ik niet zo'n goede Neandertaler ben. Maar wel, dus wat is dat cijfer? Ja, dat gaan nu de eindcijfers. Hugo, wat geef jij het? Dat is een gewoon algemeen. Algemeen eindcijfer. Alle drie de categorieën in beraad. Ik geef het een 7. Een 7? Ja. Ik geef het een 8 plus. Zo, netjes. Ja. Steve? 7,5. Ik geef het zelf een 7 en een half. Ja? Got him! En het leuke is, je kan dit spel ook winnen. Check daarom vooral de Instagram pagina van Hansemerk. Daar komt de prijsvraag op te staan. Hou die in de gaten. En wie weet, ben jij binnenkort een Neandertaler?